Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe reeks van de Biologie voor jou, juf. We gaan nu beginnen eigenlijk met 3 en 4 MAVO, oftewel 3 en 4 VMBO TL. Ik begin even bij de boeken aan jullie voor te stellen, want ik heb namelijk, ik werk in de klas nog met deze. Dit boek. En ik ga werken met deze. Ja, alle powerpoints en zo en uitleg die jullie krijgen, die is gebaseerd op dit boek. Dus eigenlijk het oude boek. En volgend jaar gaan we misschien over, maar dat zien we dan wel. Nou is het niet zo, zeker niet zo, dat de informatie die je krijgt anders is. Maar dan moet je misschien wel even zoeken naar het juiste hoofdstuk. Want de hoofdstukken zijn hier en daar wel verschillend. Maar gelukkig is het eerste hoofdstuk wel helemaal hetzelfde. Nou, het eerste hoofdstuk en zeker de eerste paragraaf gaat over organismen. En daar zitten ook een heleboel paragraaf of begrippen bij. Als je het doet. Dat doet hij niet. Ja, toch wel. Oké, deze begrippen, heel veel van deze begrippen die kennen jullie wel. En een aantal die kennen jullie misschien nog niet, misschien wel. Maar het komt allemaal nog wel. Want eigenlijk het enige wat je moet weten van de eerste paragraaf is wat nou levensverschijnselen zijn. En dat je ze kunt herkennen. Nou, dit zijn een aantal levensverschijnselen. Als organisme, als levend organisme, doen wij aan deze levensverschijnselen. Wij kunnen bewegen, we kunnen waarnemen, voortplanten, groeien, eten, voeden, ademhalen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar jullie gaan op je examen zeker geen vraag krijgen. Wat zijn de levensverschijnselen? Wat je wel als vraag zou kunnen krijgen, is dat er een tekstje is over een hond, een kat, een axolotl, net wat dat beest aan het doen is. Of een plant, of een bacterie, of een schimmel. En dat er dan wordt gevraagd, welke levensverschijnselen komen er in dit tekstje voor? Nou, als het gaat om een hond die bijvoorbeeld een etensbak ziet en die daarna gaat eten, dan kan je zeggen, nou, hij kan waarnemen, want hij ziet zijn etensbak staan. Daarna gaat hij eten, voeden. Maar om daar te komen moet hij ook nog bewegen. En voor bewegen heeft hij weer ademhalen nodig. En uiteindelijk wordt hij uitgelaten en dan gaat hij poepen. En dat is uitscheiding. Dat is een verhaaltje dat je zou kunnen krijgen en dan moet jij dus herkennen welke levensverschijnselen daar van toepassing zijn. Dus let er wel op. En dat is eigenlijk al alles wat jullie moeten weten van de eerste paragraaf. En de tweede paragraaf, die komt in de volgende video.